Partijgenoten, beste mensen, vrienden en vriendinnen. Ontzettend goed om u allemaal hier te zien vanavond. Wetende dat onze ongeveer elke politieke partij van Nederland dit debat over dit onderwerp voedt. En er maar één partij is waar dat ook in de openbaarheid gebeurt. Waar we elkaar treffen op avonden als dit. Waar leden er ook echt iets over te zeggen hebben. En dat is hoe het vanavond verder ook loopt. Iets om als Partij van de Arbeid met elkaar trots op te zijn. Beste mensen, vandaag, vanavond gaat het over grote zaken en over belangrijke beslissingen. En wat mij betreft gaat het niet alleen maar over de vraag of de AOW-leeftijd omhoog moet. Het gaat minstens zozeer om ons sociale gezicht, over hoe we de verzorgingsstaat ook voor onze kinderen en kleinkinderen weten te behouden en of we al onze sociale ambities ook nog op een solide manier weten te financieren. Want met een rechtvaardige verdeling over generaties, dat is ook iets wat bij solidariteit hoort. Bij elke discussie over de AOW, zeker in deze partij, hoort bij Drees te beginnen. En ik vond het fantastisch om te zien hoe juist de jonge socialisten de afgelopen week de SP-spandoeken bij het standbeeld van Drees weghaalden onder het motto Drees was van ons en blijft van ons. En gelijk hebben ze. De totstandkoming van de AOW in 1957 onder verantwoordelijkheid van partijgenoten Drees en Suroff is een hoogtepunt in de geschiedenis van de sociaaldemocratie. En er was mij dus ook heel veel aan gelegen om in die traditie te blijven staan. En voorop staat dan het behoud van de AOW als volksverzekering. Een onvervreemdbaar recht op AOW, op de AOW-gerechtigde leeftijd. Nooit meer dat ouderdom automatisch armoede betekent. En die gedachte was leidend voor Drees en Suroff. En die gedachte is leidend voor ons. Overigens, wie zich echt verdiept in Drees en de AOW, komt wel meer tegen dat het nadenken stemt. Bijvoorbeeld dat zowel Drees als Suroff in 1957 zelf al vonden dat de pensioengerechtigde leeftijd ooit opgetrokken zou kunnen worden. Ik geef u één citaat van Suroff uit 1957. De voortgaande vergrijzing van ons volk is een niet te ontkennen feit. Zij maakt het treffen van voorzieningen voor de oude dag urgenter, want moeilijker, maar ook kostbaarder. Zou de last te zwaar worden in de toekomst, dan is verlichting mogelijk door de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen. Een mogelijkheid welke goed aansluit aan een toeneming van de gemiddelde leeftijd en een verbeterende lichamelijke conditie der bejaarden. Dat was 1957. Dat was een sociaaldemocraat. Dat was Koos Suroff onder Drees. En dus zeg ik met de jonge socialisten richting de SP en ieder ander die ons durft te beschuldigen van het aantasten van de erfenis van Drees, afblijven. Wij staan. Wij staan voor die volksverzekering. Wij staan voor die AOW. Wij willen zorgen dat hier ook nog voor onze kinderen en kleinkinderen is. En we staan daarbij meer dan wie ook in de traditie van ons Willem Drees. Je mag van verhoging van die AOW-leeftijd vinden wat je wil, maar van Drees blijf je af. Maar nu maak ik nog een stapje in de geschiedenis terug, alleen iets recenter. 2006. We maken een verkiezingsprogramma. En daar stond het verhogen van de AOW-leeftijd niet in. In plaats daarvan, en dat stond er wel in plaats daarvan zetten we in op het fiscaliseren van de AOW en een bescheiden aanpak van de hypotheekrenteaftrek. En inmiddels hebben we een wet aangenomen gekregen waardoor langzaam maar zeker vanaf 2011 die fiscalisering ook haar intrede zal doen. En hebben we, ondanks dat we in het regeerakkoord afspraken zelfs niet te mogen studeren op een aanpassing van de fiscale behandeling van het eigen huis, toch voor elkaar gekregen dat eigenaren van dure huizen meer belasting gaan betalen ten gevolge van een verhoging van het eigen woningforfait. Maar toch, dan komt de Partij van de Arbeid ondanks dat verkiezingsprogramma nu alsnog met een verhoging van de AOW-leeftijd. En dat vraagt om uitleg, maar vooral ook om rechtvaardiging.
Overigens, er is nu wel een brede meerderheid in de Nederlandse politiek voor verhoging van die AOW-leeftijd, ongeacht wat de PvdA ervan vindt. En ook voor VVD, CDU, ook voor de VVD, CDA, ChristenUnie en in mindere mate GroenLinks geldt dat zij dat niet in hun verkiezingsprogramma hadden staan. Die verandering van standpunt is dus niet iets wat zich intern binnen de Partij van de Arbeid afspeelt of heeft afgespeeld, maar het komt kennelijk door iets waar veel meer partijen mee te maken hebben gehad. En dat iets heet de crisis. En daarvoor neem ik u een derde keer terug in de geschiedenis, maar nu nog recenter. Ons voorjaarscongres, afgelopen maart in dezezelfde jaarbeurs. Toen lag het voornemen om de AOW-leeftijd te verhogen ook al voor, en toen kregen we uw instemming. Maar met dat formele argument wil ik u vanavond niet overtuigen. Het gaat mij, terugkijkend op die avond in maart, om heel iets anders. Die avond besloten wij immers niet alleen over de AOW, maar maakten we bijvoorbeeld ook ruim 7,5 miljard euro vrij voor crisisbestrijding. Extra geld voor scholen, extra geld tegen de jeugdwerkloosheid, extra geld voor duurzaamheid, extra geld voor schuldhulpverlening. En daarbovenop maakten we nog eens een kleine 9,5 miljard euro vrij om, als de werkloosheid inderdaad door de crisis zou verdubbelen, niet op werkloosheidsuitkeringen te hoeven bezuinigen, maar ze gewoon op peil te kunnen houden. En tenslotte accepteren we ook nog dat er in de crisisjaren een gapend gat in de schatkist zou ontstaan. Dat we in 2 jaar tijd van een overschot van 1,6 miljard terug zouden vallen naar een jaarlijks tekort van ergens tussen de 30 en de 40 miljard. Omdat we het belangrijk vonden in crisistijden niet te bezuinigen en juist in crisistijden consumptie, investeringen op peil te houden. En geloof me, dat is een crisisaanpak waar een minister van Financiën onder normale omstandigheden verschrikkelijke kopijn van zou krijgen. Maar die ik vol overtuiging verdedigde en vol overtuiging verdedig, omdat je alleen op die manier voorkomt dat kwetsbare mensen als eerste het slachtoffer worden van een crisis die ze niet zelf veroorzaakt hebben. En overal in Nederland lopen nu mensen rond die werk hebben, in plaats van dat ze werkloos zijn. Overal in Nederland lopen nu mensen rond die een goede WW-uitkering hebben, in plaats van een gekorte uitkering. Overal in Nederland lopen nu mensen rond die schuldhulpverlening krijgen in plaats van dat ze aan de grond zitten, omdat wij dit voorjaar vele miljarden uittrokken voor crisisbestrijding. En dat kostte geld, maar dat moet natuurlijk wel een keer betaald worden. En voor ons en voor al die andere partijen die ik noemde was ook dat een belangrijke reden om alsnog, ook al stond het niet in onze programma's, het voorstel om de AOW-leeftijd te verhogen, te steunen. Het stond niet in ons verkiezingsprogramma, maar die crisis stond er ook niet in. En dat we ondanks hoog oplopende tekorten nog meer zouden uitgeven en niet zouden bezuinigen, dat stond er ook niet in. Er was de samenhang tussen enerzijds die investeringen en anderzijds het betalen van de rekening. En dus mogen we ook dat nu niet verder uitstellen. Dat doen we ook niet met die extra gelden voor de deeltijd-WW. Dat doen we ook niet met dat extra geld ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. We kunnen nu niet selectief winkelen. We geven vol overtuiging veel meer geld uit dan we van plan waren. We moeten nu net zo vastberaden de rekening betalen. En toch is die financiële dimensie er uiteindelijk ook maar één van dat veel grotere vraagstuk. Want de houdbaarheid van sociale en solidaire voorzieningen voor latere generaties is echt niet alleen een kwestie van centen. Zelfs als toekomstige generaties ouderen en jongeren meer dan voldoende belasting afdragen om eindeloos veel onderwijzers en verpleegkundigen salaris te kunnen betalen, dan heb je daar natuurlijk pas wat aan als die onderwijzers en verpleegkundigen er ook zijn. En met steeds minder jongeren en met steeds meer ouderen op de arbeidsmarkt wordt dat in toenemende mate een probleem. En dat is een probleem dat je dus niet op kunt lossen met hogere belastingen. Dat is een probleem dat je niet kunt oplossen met bezuinigingen. Dat kun je alleen maar oplossen door van ieder die dat kan te vragen langer door te werken. En volgens mij is dat ook waar het bij solidariteit uiteindelijk om gaat. Dat je van mensen die het kunnen een extra inspanning vraagt. Om voor mensen die in de hoek zitten waar de klappen vallen, goede voorzieningen in stand te houden. En in essentie is dat ook wat we beogen. Maar
de rechtvaardigheid van die aanpak die staat of valt bij hoe je omgaat bij mensen die het niet kunnen. En ik denk dat iedereen wel ziet, en Lilian vertelde het net ook aan de hand van haar ouders, ik denk dat iedereen wel ziet dat we 50 jaar na Drees in het algemeen gezonder zijn, langer leven, later beginnen met werken, betere arbeidsomstandigheden kennen. En dat het in dat licht natuurlijk niet zo geweldig vreemd is om te veronderstellen dat we met elkaar langer door kunnen werken dan in 1957 het geval was. Net zoals Drees en Suurhoff toen al voorspelden. Dus daar zit mijn zorg ook niet. Die zit bij het feit dat er nu al te veel mensen zijn, die op latere leeftijd niet meer aan de bak komen. Omdat ze vroegtijdig versleten zijn. Omdat ze afgedankt worden. Of omdat er door de werkgever nooit voldoende in hen is geïnvesteerd. En van die mensen kunnen we het dus niet vragen. Voor hen moeten goede voorzieningen op tenminste AOW-niveau blijven bestaan. Maar de echte vraag is natuurlijk, accepteren we het eigenlijk? Accepteren we het eigenlijk dat mensen zo aan de kant gezet worden? Accepteren we het eigenlijk dat talenten zo verspild worden terwijl we iedereen zo hard nodig hebben? Ik in ieder geval niet. Ik weiger te accepteren dat het aan de individuele werkgever is om iemand aan zijn of haar lot over te laten. Ik weiger te accepteren dat talenten niet gebruikt worden omdat mensen te vroeg aan de kant worden gezet. Ik weiger te accepteren dat mensen best willen doorwerken, maar niet meer kunnen of niet meer mogen. En dus is het cruciaal dat we beseffen dat we het hier vanavond niet alleen maar hebben over verhoging van de AOW-leeftijd, maar dat we onszelf opzadelen met een hele dure plicht om veel feller en veel ambitieuzer dan we de afgelopen jaren gedaan hebben, te strijden voor het recht op een leven lang leren, voor een goed arbeidsmarktbeleid voor oudere werknemers, tegen leeftijdsdiscriminatie, voor goede arbeidsomstandigheden. En ook daarom is het van belang dat we pas in 2020 beginnen met het verhogen van die leeftijd. Dat geeft ons nog 10 jaar de tijd die we dus heel hard nodig zullen hebben om deze ambitieuze agenda te realiseren. Beste mensen, met de verhoging van de AOW-leeftijd sluiten we wat mij betreft helemaal niet een debat af, maar openen we een heel ambitieuze agenda die veel werk en veel strijd op zal leveren. Ik hoop oprecht die strijd ook in de toekomst, net als de afgelopen 100 jaar, samen met de vakbonden te kunnen voeren. Ik hoop dat ook zij zien dat er nu kansen komen om kansen voor ouderen, arbeidsomstandigheden, zware beroepen, een leven lang leren op de agenda te zetten als nooit tevoren. De PvdA kan in haar eentje dat gevecht niet aan. De vakbond kan het in haar eentje ook niet. Maar geheel in sociaal-democratische traditie geldt hier, samen staan we sterker. Laten we die daad bij voorvoegen. Dank u wel.